Wat gaan wij doen? Op jou wachten, want ik mag niet tanken. Dat is een karretje? Ja, kijk. Ah. Alsjeblieft. Dat ik er niet tussen kan. Het is gewoon echt... zo dit. Anders dan krijg ik weer gezeik. En meneer... Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 26 april 2023. En het is nu 2:15 in de middag. Ja, degelijk. Zoals jullie zien ben ik mijn haar even aan het doen. En ik heb Roderick ook aan de telefoon. Ja, hoe toevallig. En het is onwijs mooi weer. En zoals ik heb gezien op het internet, op het sociale media, wordt het morgen dus een beetje kak weer. Maar oké, we gaan het zien. Want je weet het nooit, hè? Nee. Maar morgen wordt het ook weer een leuke dag. Ja, degelijk. Wel waar. Echt wel. Degelijk wel. IJskoud. Lovely, die wou het ook wat zeggen. Dus, maar oké. Okay. Ja, wat wil je zeggen dan? Kom eens hier op de bank, kom. En wat wil jij zeggen dan tegen mij? Of nog wil jij kusjes geven aan mij? Kom dan hoog. Wil je allemaal kusjes geven, mama? Wil je allemaal kusjes geven, mama? Ho, wat ben ik lief. Wat ben jij lief? Ja. En wat gaan we zeggen? Heel veel kijkplezier allemaal. Inderdaad, jongens. Heel veel kijkplezier. Deze goed nieuw vlog. Wat we gaan doen zometeen. Roderick die stapt zo in. Die loopt al daar en bij mijn portiekdeur. En ik zal even de deur even open doen voor hem. Kan hij zo even netjes instappen. Ik ben nog wel eens lief. Niet altijd, maar ook dat is hij wel eens niet. Maar oké, maakt niet uit. Kijk, daar stapt hij al in. De grote Big Boss. Nee, niet de grote Big Boss. En lust. Iets kleinere Big Boss. Wat? Ja, laat hem maar. Wat? Ik wil dat zeggen? Nee. Nee? Nee, ik wou niks zeggen. Volgens mij niet. Oké. Ik zeg gewoon alleen in de grote Big Boss en dat, toen zei jij van, nou denk het niet, jawel. Denk het niet? Ja. Dat zei jij. Nee, je zei het niet. Willens. Ik zei niet de grote Big Boss, iets kleinere Big Boss. Oh, en de kleine. Dat denk ik niet. Dat kan maar niet aan te pas. Nee, jammer. Maak jij er weer van. Ja, tuurlijk. Dat is toch handig? Nou, als je het handig vindt, vind ik prima. Ja. Wel, ja, joh. Sta. Ja. Nou, wat we dus nu gaan doen, wat ik al zei, ik ga Ro even naar zijn auto brengen. En dan gaan we met twee auto's naar de benzinepomp. Voor Ro dan eigenlijk, want ik ga morgen doen. Ik morgen. Gewoon niet. Niet, maar niet. Nee. Ik heb nog maar 4 streepjes over dus. En ik denk altijd met 2 streepjes over of 3 streepjes over. Oh. Want je hele tank leeg rijden, dat is ook niet helemaal goed namelijk. Nee, dat zeker. Dus ja, dan gaan we dus eerst even tanken. En van het tanken even auto wassen. Want ook de mijne moet even een goede schoonmaakbut hebben. Maar ook die vooral van Ro moet even een goede schoonmaakbut hebben. En hoe toevallig heb ik een hele grote schoonmaakset in mijn auto nu. Dat heb ik namelijk besteld. En die heb ik nou in de auto. Aha. En daar gaat die blingen blingen van. Aha. Je auto. Aha. Jouwne en mijne. Oh. Nou. Dat is minder. Waarom? Ik wil geen bling bling auto. Een vieze auto. Dat die niet gestolen gaat worden. Nou, juist en juist ook dan hoor, wordt die gestolen hoor, schat. Ja, dus dat maakt helemaal niet uit. Het vuil kan maar gestolen worden, maar de rest niet. Zelt weer. Toch? Ja, precies. Wijkbus. Haha. Harpert. Een Harpert of wat? Restaurant Harpert. Harpertput. Harpert. Okay. Ja. Maar daar zeg ik al, wijkbus. Haha. Ja. Haha. Helemaal de wijk uit. Ja.
Maar wat zou een haarput zijn dan? Moet je gaan googlen. Hey, collega's. Dus je komt... Dat zou kut wezen als ons deze gewoon blijft hangen op 40 km per uur. Ja, sorry, maar ik rijd niet hard, nee. Sorry. En een Seat achter ons, schuin achter mij. Heel schuin. Ja. En maar dit is, nog zo'n oudje. Ja, dat geeft niet. Maar wel een Ibiza, serieus? Een Ibiza? Wauw. Mag het toch ook zijn oudjes? Je hebt hem gewoon op je eigen vaste plaats dan. Ja, er stond een auto voor, maar nog steeds volgens mij. Kijk, doe ik het zo. Even slim. Een beetje schuin erin. En schuin eruit. Zet het. Yes. Kom je eruit? Makkelijk. Ik zou heel erg overdreven nu. Maar oké, maakt niet uit. Tot zo. Ga ik even van achter rijden. Even zonder... Yes, kijk. Ik sta alweer. Helemaal goed. Dus wij gaan eventjes onze ding doen. En we nemen jullie daar gewoon gezellig in mee. Zoals altijd. Ja, want nou gaat Roderick eens een keer weer tanken. Nou, dat is, dat is bij Ro een uniek, gewoon uniek, want zo vaak tankt Ro niet. En zo vaak rijdt Ro niet. Het is alleen maar gewoon voor zijn werk op en neer. Dus we gaan hem meemaken. Ja, en ik ga jullie gewoon laten zien wat hij gaat tanken. En dan zien jullie ook wat het verschil is tussen Ro en mij. Wat gaan wij doen? Ik heb jou wacht, want ik mag niet tanken. Zonder... Nou, vertel, wat ga je allemaal doen weer? Tell me. Vertel. Start er met tank. Ja, en bij pomp, welke pomp? Nummer 5, zoals mij. Ja, ja. Verder? Ja. Oké. En hier wil hij uit. Bevestigen, ja? Ja. Zo kan het ook. Ja, precies. Zo kan het ook. En dan pakt Rode dus de middelste. Ja. Dat is wel handig. Lekker duur. Kun je nooit vergeten. Als je de buitenste pakt, kan je wel eens diesel te krijgen. Dat is niet handig. De wat? Hoe zei dat? Als je de buitenste pakt, is de kans aanwezig dat je diesel pakt. Ja, precies. Nou, Rode tankt dus deze. De duurste? Nee, ik krijg korting. Krijg jij korting? Ja. Waarom krijg je korting dan? Ik krijg hier altijd korting. Waarom? Omdat ik van de beveiliging ben. Emma, waarom krijg je korting dan? Omdat het leuk is. Ik wil graag korting hebben. Maar waarom krijg je korting dan? Omdat ik erom gevraagd heb. Oh, maar waarom heb jij erom gevraagd dan? Omdat ik korting wil hebben. Ja, maar waarom wil je korting hebben dan? Omdat het leuk is. Goedkoper tanken. Oh. Tanken is toch al duur? Met mijn korting tanken. Ah, oké. Okay. Maar ik zag ook dat jij net iets deed, maar waarom is dat? Op je telefoon? Ik zet even de Bluetooth weer uit. Spaart je energie. Ja, tuurlijk. Wow. Tijdens de tank moet je telefoon uitstaan namelijk. Je mag ook niet roken hier, wist je dat? Wat? Je mag ook niet roken hier. Ja, dat klopt. Voor bijna 40 cent korting. Maar waarom deed je dat allemaal op en op je telefoon? Even nou even serieus. Ik was met jou aan de lijn. Ik wil graag 47 cent korting. €0,47 korting, kijk. En dan zit ik weer vol. Ja. Met brandstof. Gelukkig de middelste. Maar kijk, bij mij. Ja. Ja, doe maar dicht. Gewoon dat dopje erop. Maar bij mij is dus dit kadoek. Dat is niet handig. Tuurlijk. Ja. Ik loop achter jou. Oh, gaat hij dicht dan? Gaat hij dicht dan? Even de ramen schoonmaken. Nee, dat gaan we zo meteen doen. Nee. Oh. Dit is erg, jongens. Dit is erg. Erg. Maar ik ga achter Roa lopen, ja. Ook leuk.
Met zo'n karretje? Ja. Kijk. Alsjeblieft. Ja, ik wist dat ik een muntje moest hebben. Gewoon gratiskarretjes.nl. Zo, en zo noemt mijn man en ik dat altijd. Ja, toch wel, hè? Zo, weer en weer iemand vandaag blij meegemaakt. Ja, nou, zoals jullie zien heb ik mijn oortje. Dat betekent dat ik namelijk Rowan aan de telefoon heb. Want die was dus even naar zijn ouders. Maar het is geen gehoor. Het is een beetje druk in de Jumbo. Ja. En nou wil ik er tussendoor kunnen sneaken met de kar. Ja, want ik wil even ergens naartoe. Zoals vanzelfsprekend gaan we daar ook naartoe. Maar dan moet ik wel kunnen, tussendoor kunnen sneaken hier overal. Ja. Iedereen die gaat lekker voor. Helemaal geweldig, helemaal tof. Leuk. Kijk, en dan ga ik er tussendoor sneaken. Kijk, hartstikke mooi. Jee, rust. Kijk, helemaal niemand. Hé, hey. Dat is lekker zeg. Lekker. Die aan die kant helemaal gehaald. Dus even kijken. Wat zou jij willen hebben? Dat heb ik nu tegen Ro. Als er wat in de bak zit. Zo, het is wel een beetje vollig. Nou, melk hebben we niet. Dat sowieso niet, schat. Maar we hebben wel weer... Nee, ook niet. Ook allemaal niet. En we hebben wel vegetarische... Rookworst is ook geen idee wat het is. Ja, volgens mij. Ik weet niet of dit vegetarisch is. Nee, maar ik heb deze wel. Ah, godverdomme. 2,50 en voor drie stukjes. Ja, dat is met slagroom. Ja. Nou. Of dit is Arabisch, geen idee wat en wat rookworst dat is. Nou, en dan hebben we hier zwaard lunchworst voor €1. We hebben hier ook nog voor €1 zwaard Haagse leefworst met spek. Ja. Nee, ook niet? Ook niet, toch maar niet? Oh, mama niet. En ze hebben van... En wat ze nu ook hebben, dat zijn van even die leuke paashaasjes. En van chocola met dat belletje eraan. En voor 50 cent. Huh? Vind je? Oké. Nou, Roderick die wil dus eentje zo in. Dan krijgt Rodi toch helemaal goud. Hoeveel? 2, oké. Prima. Dan neem ik er 2 mee voor je. Goed. Zo, even de rode streep. Oké, wat hebben we allemaal nog meer voor lekkers? Nou, niet helemaal zoveel lekkers eigenlijk. Een beetje jammer. Eigenlijk helemaal niet. Wat? Niet veel. Hm? Ja, voor die mini kleintjes. Alleen de kooi is slecht. Dat is heel veel. Ja, deze is mooi. Ja, en dit zijn van die mini haasjes voor 50 cent. Zeg ik toch, en voor die kleintjes. Ja. Ja. Ik vind het goed met je. Nee. Voor mij echt helemaal niks, jongens. Echt niet. En ik heb nog... Ai joh, schaak toch uit en met je euro. Ja, ik vind het goed met je. En met je euro. Nou, waar ik naartoe ga, geen idee, jongens. Maar we gaan het zien. En toen stond ik even te wachten. Ik wil eigenlijk staan voor mijn buurman zijn auto. Maar hij heeft zo'n huisje al geparkeerd. Dat ik er niet tussen kan. Nee! Ik kan er gewoon niet tussen. Ik kan er niet achter, maar ik kan er ook niet voor. Het is gewoon echt, zo dit. Oh, moest je kijken. Dit is gewoon echt gewoon, zo. Zal ik maar even niet filmen? Nee. Ik ga nu maar even niet filmen. Nee. Lijkt me niet heel erg handig. Nee. Anders dan krijg ik weer gezeik met meneer tegenover mij. En die dus precies onder mij woont. Nee, ga ik niet doen. Ik wou net even filmen, maar toen zag ik hun eraan namelijk uitkomen. En dat ga ik niet, nee, ga ik niet doen. Nee. Kijk, en dan gaan ze draaien hier. Je kan makkelijk draaien, vriend. Hi. Kijk je mij niet aan of zo? Idioot. Mag je toch al niet? Scheelt weer. Als je nu even wacht. Je hebt niet eens voorrang, lul. Sorry. Kijk, dat zeg ik. Ik kan er niet eens bij. Nee. Kijk. Voor en achter niet.
Nee, maar hij gaat weg, hij gaat weg, hij gaat weg. Zal iedereen hem gewoon even op... Is goed. Hij is nog weer wat vergeten. Oh, wat is het ook een lekker ding ook, hè. En mijn buurman is zo lief. Echt. En dat is precies de man waar ik dus laatst dit mee heb. Had. Je kan er makkelijk langs. Kijk, en nou kan ik het wel even laten zien. Kijk, hier. Hier en hier staat zijn auto dus. Deze. Deze mooie, dikke, vette BMW van hem. Kijk, ik dacht, nou, ik ga er hier maar voor staan. Maar dat kan niet. Ik denk, nou, dan ga ik achter staan. Want op de camera stond net dat ik er wel tussen kon. Maar nee, ik kan er dus niet tussen. Ah, is irritant. En mijn buurman, die dus daar woont, ergens onder mij. Ergens onder mij. Kijk, want daar heb je mijn uif. Hier woon ik. Dus ja. En zijn auto stond dus net precies daar. Bij die bus. Ja. Dus ja, nou moet ik even wachten op mijn lieftallige andere buurman. Hij moest nog wat halen van boven. Maar dan kan ik dus zometeen daar staan. En dan ga ik ook gewoon even aanzo staan. Zal ik ook wel zeggen. Ik ga ook gewoon zometeen aanzo staan. Dat als hij me appt, kan hij ook daar staan. Ik ga echt zometeen aanzo staan. Echt waar. Serieus. Oh, dat is echt erg. Ik ga ook zometeen even aanzo staan. En dat als jij weer terugkomt, en dan kan je ook weer parkeren. Heerlijk dit. En dan is hij gewoon echt gestrest. En dat weet ik. Mijn lieve schat. Ga maar. Thank you. Hij laat gewoon ruimte voor mij over. Hè? Kijk, dan ga ik gewoon ook echt aan zo staan nu. Dat er niemand tussen kan. En daarvoor niet. Hij weet dat ik kan parkeren hoor. Dus dat maakt niet uit. Ja, dat zeg ik. Ik ga nu ook gewoon even aan zo staan. Zodat hij, als hij zo meteen terugkomt, dat hij er ook gewoon tussen kan staan. Yay! Ik ga gewoon aan zo staan. Ja, doe ik eigenlijk normaal nooit hoor. Maar met hem en met een paar andere buren doe ik het wel. Dan ga ik ook gewoon echt aan zo staan. Dat als iemand weer terugkomt en dan zet ik hem gewoon weer aan de kant. Maar dan hebben we gewoon plaatsen voor elkaar, zeg maar. Ja, zo zijn we hier dan weer in de straat. Gewoon even met elkaar samen... Alles regelen en doen. Ja, yeah. En ik heb nou boodschappen gehad. Ik ga zo meteen lekker koken. Oh, dat wil je niet weten. Ik ga zo meteen lekker koken. Echt waar. En ik denk dat ik daar weer eens een keertje een video over ga maken. Ja, dus dat wordt weer leuk en gezellig. Ja, yeah. En dan pleur ik zo meteen de voorbalkon deur open. Zo, goedemorgen. Zodat de dames daar even weer op kunnen liggen. Ja. Yeah. Dus ik ga nu even lekker naar boven toe. Ik ga even uitruimen en dan zien jullie me zo meteen.
Ja, en toen was ik alweer thuis. Ja. Ik heb even achter Roderick aangelopen. Gelopen jou, hè? Oh my. Wauw. Serieus, Karin? Gaat dat? Achter iemand aanlopen? Wauw. Serieus? Even kijken hoor. Stuurt iemand mij een filmpje door. Zo, nice. Zo dan. Heel nice. Zo dan, mag ik ook even? Ik wil dit ook hebben op mijn auto. Heel nice. Wauw. Oeh, wauw. Wauw. Nice. Gedaan. Nou, ik heb dus niet achter Roderick aangelopen, maar ik heb dus achter Roderick aangereden. En hij weer voor, en ik weer achter, en ik weer voor, en hij weer achter. Ja, we waren even zo aan het doen. Zo, en dan ik weer zo eromheen, en dan weer hij eromheen. En dan bij waar de verkeerslicht, daar hij er weer omheen. Dus... en dan ging hij dus de binnenbocht maken, en ik de buitenbocht. En dan ik er weer achter, en dan... Ja, joh, hè? Moet allemaal kunnen op zijn tijd. Ja hoor, ik inderdaad. En dan ga ik even wat doorsturen naar Rodor. Dat vind ik leuk. Ja. Echt wel, dat vind ik leuk. Helaas kan ik dat niet op mijn auto. Zo. En ik ben nu even ook gelijk tevens met een vlog bezig. Ja, dat moet ook gebeuren, want anders hebben jullie niks. Nee. Nou, dan hebben jullie wel wat, maar niet echt goede beelden, zeg maar. En dan hebben jullie helemaal geen beelden. Nee. En dat moet wel... Ja, jullie moeten wel beelden hebben, anders vind ik dat niet leuk. Nee. Nee hoor, grapje. Outro. Die vond wel een hele korte vlog. Hij vond 10 minuten. Iets langer dan 10 minuten. Even kijken. 10 minuten. 11 minuten 8. En dan komt ook nog de intro bij. Ja, en dan heb ik 1, 2, 3 beelden ervan. En van die hele dag. Mwah. Mwah, mwah, mwah. Die daar naartoe toepassen. Die. En dan is mijn telefoon weer van de lader. Want die was nog maar 30%. Dat is niet handig. Nee. Dus dat. En dan ga ik nu eerst even een vlogje editen. En dan doe ik even mijn koptelefoon op. En anders doe ik het zo. Oh. Zo. Die daar. Hoe kan jij gek doen? Ik weet niet of jullie het willen horen, maar... Oh, humor, dit geweldig. Oh, ik ga stikken hier. Dat is een smoflee. Ik ga een stuk hier. Oh, heerlijk. Ik ga editen. Ik ga jullie gewoon even ergens neerzetten. Waar, weet ik niet. Ik hoop dat het lukt. Ja. Want ik wil een broodje maken. Broodje Jenny, zeg maar. Leg ik even rustig. Broodje Jenny. Ik heb hier een bolletje. Die is lekker zacht. Ja. Echt lekker zacht. Kijk. Hier. Deze.
Zak jullie weg. Ik heb jullie nu gewoon even eigenlijk even in de kast staan. Want anders wil ik niet wat ik wil. Dan ga ik eventjes een... een mesje pakken. Ga ik deze helemaal rond maken, zeg maar. Rond. Zo. Dat die dus door de helft gaat. Dan ga ik hier even wat opruimen gelijk. Dat is ook wel even handig. Gelijk direct weer wat op te ruimen. Dan pak ik een mes. Ja. Ruim met boter beleggen. Ruim. Lekker, 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 lekker. Echt wel. Ik vind het lekker dan, hè. Ja. Gewoon even lekker met ruim boter, want anders hoef ik het niet. Dan vind ik het gewoon echt gewoon een droge hap. Er moet wel even lekker goed en goed boter op zitten. En als ik iets eet, en dan eet ik het ook even goed met boter. Want zo vaak eet ik geen brood. Dus dan mag er ook echt wel iets lekker wat ruim boter op zitten. Desnoods van een lekkere, dikke, vette, 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 grote, ja, gewoon lekker een dikke laag. Daarom zeg ik al, zo vaak eet ik geen brood, omdat ik dus lactose-intolerantie heb. Dus als ik al brood eet, eet ik het niet heel vaak. Want als ik het elke dag eet dan, en dan ben ik gewoon ziek. Dus één keer in de week of zo, hooguit. En dan doe ik ook echt wel gewoon even goed, goed, goed boter op. En dan is het dus Ierse rosbief. Doe ik erop. Er staat hier iemand. Een zusje van mevrouw Tweekleurhoog. Ja, nou, dan weten jullie wel wie. Ik hoef geen namen te noemen. Nou, en dan doe ik het dus lekker namelijk de Ierse rosbief. Gewoon lekker verdelen. Over de twee dingen heen. Helemaal geweldig. Lekker. Weet je waar ik ook weer zin in heb eigenlijk? Chinees. Ja. En anders gewoon weer eens even uit eten of zo met mama. Gewoon bij de helden zien. Heldenees, ook lekker. Heb ik ook wel weer zin in eigenlijk. Gewoon weer eens even uit eten met mama. Dat is ook weer een tijd geleden. Een hele lange tijd geleden dat ik met mama uit eten ben geweest. Ja. Ja, en ik maak het helemaal op. Lekker, vind ik leuk. Eerst een rosbief helemaal opmaken. Ja, en dat zei je niet altijd. Als je het eet, moet je het ook goed eten. Maar ja, we zeiden ook altijd, eeuw, godverdamme, ik ga nog liever naar de Mac. Maar dan wist zij dus, en dat ze het gewoon goed en goed had gemaakt. Dus ja. Dus ja, maar Jenny mogen we nooit vergeten. En dat doen we ook niet, want ik mis haar nog elke dag. En de ene keer heb ik er iets meer moeite mee dan de andere keer. Maar ze zeggen dat het slijt, maar het slijt nooit, jongens, echt niet. Het slijt nooit. Nee. Het verdriet, dat slijt, maar het gemis, nee. En vooral als je al vanaf 2013 buren bent geweest. Nou, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9 jaar. Dus, nee. Daarom zeg ik al, ik mis ze nog dagelijks. En iedere keer als ik... De ene keer heb ik er heel veel moeite mee om vanaf die kant de straat in te gaan. De ene keer dan gaat dat iets beter. Maar net zoals vanavond, dan had ik echt zoiets van, nou, weet je, ik doe het gewoon niet. Want dan wordt het mij gewoon weer te moeilijk. Nou, en dan ga ik gewoon weer via school die kant in. En dan doe ik het ook. Nou, en dan heb ik alweer een brok in mijn keel van, oké, dan moet ik ook nog vanavond de hond uitlaten. Nou ja, dan loop ik ook altijd die kant op. En dan zo, dan kom ik ook niet bij haar huis, zeg maar. Dan hoef ik ook niet ernaar te kijken, zeg maar. Nog steeds. Ja, ik heb er nog steeds moeite mee. Lekker peper erop. Lekker. Heerlijk. Oh, kijk. En dan is dit mijn
broodje voor nu. Lekker, 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 lekker. Kijk. Ho, 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 ho. Dus dit ga ik even opsmikkelen. En als ik dat op heb, want het is nou net 10 over 11, zoals jullie hebben. Zoals jullie kunnen zien, zoals jullie hebben kunnen zien, ja hoor, zoals jullie kunnen zien. Als ik dit op heb, dan ga ik even met de hondjes, ik heb mama ook aan de telefoon. En dan ga ik ook zo even nog bezig met eten koken. Ja, nog, ja. En daarna ga ik pas op bed. Dus ik ben nog wel even wakker. Ik ben moe. En mensen die moe zijn, moeten lekker gaan slapen. En dat is nou juist precies wat ik ga doen. Ja. En dat betekent dan ook weer dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus. Vond jij deze vlog dan leuk? Ik zou zeggen. Abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Dan blijf je namelijk op de hoogte. Doe het duimpje maar even omhoog. En. Even een leuke reactie achterlaten. Ja. Precies, ja. Ja. En ja, dus abonneren, reageren, duimpje en het belletje aan. En dan ben ik alweer hartstikke blij. En jij ook. En dan ga ik zeggen dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen.